Arne, gefeliciteerd. Een voetbalmiddag met alles erop en eraan. En als die dan afloopt zoals die afloopt, dan heb je denk ik helemaal een leuke middag, toch? Ja, ja, maar dan moet het wel zo aflopen zoals het afliep. Ja. Want anders was het wel een vervelende en pijnlijke middag gewonnen. Omdat deze wedstrijd mogen wij natuurlijk geen puntverlies leiden als je de 90 minuten naar gekeken hebt. Tegelijkertijd moet je die jongens enorme complimenten geven voor de mentale kracht die ze hebben. Want als jij tot 75 minuten zij twee keer op onze helft zijn geweest en ze maken twee goals. En je komt dus twee keer achter nadat je zelf al een goal van jou is afgekeurd. En je kan het toch weer opbrengen om de 2-2 en de 3-2 te maken. Mede door de invallers natuurlijk ook. Ja, dan is dat ook wel weer heel knap van die jongens. Toch over de tegendoelpunten. Ligt het dan wel toch meer open dan gebruikelijk bij jullie is? Dat ze er zo doorheen kunnen komen? En dat die ruimte er is. Zeker bij het eerste tegendoelpunt. Het is natuurlijk de scherpte er niet die we gewend zijn. Je lacht erom. Ik vond het niet zo grappig hoe dat doelpunt tot stand kwam. Nee, dat vond ik ook niet. Maar het is echt voor elke trainer overal in de wereld zou ik bijna zeggen. Zou je dit voorbeeld moeten aanhalen van hoe je moet omschakelen als je een bal verliest. Dat was geweldig. 7-8 man die in volle sprint erachteraan gingen om te proberen te voorkomen dat zij met twee spelers dreigend zouden worden. Normaal, ik vroeger zou denken, nou als er al drie lopen, dan kan ik nu wel de middenlijn blijven. Dus ik vond het einde dat we daar alles geweldig deden. Alleen ja, als dan vervolgens die bal voorkomt waar we ook nog weer in op, want ik denk dat de speler die de voorzet gaf met 3-1 in zijn nadeel zat. Voor de goal stond er weer een voordeel. Daar is een misverstand. En de speler die hem binnenschiet, zoals ik het kon beoordelen, ook nog een beetje met schrik die bal binnenschoot. Ja, dan kan je voor mij niet spreken over dat het open ligt. Hè? Dus het lag totaal niet open. Het was geweldig verdedigd. Alleen niet het eindresultaat. Want daar was miscommunicatie en dus een tegengoal. Ja, dan is het heel scorebordjournalistiek om daar dan iets op te verwijten. Ik heb het juist in de rust aangehaald van ja, dit is nou wat ik jullie verwacht. En dat je dan eens een keer pech hebt, dat hoort ook bij het leven en bij voetbal. Maar als je dit elke keer doet, dan ga je heel weinig tegengoals krijgen. Nou, en in de tweede helft hadden we weer een corner. Twee keer uit een corner van onszelf scoort Heerenveen. Daar kon je wel wat kritischer naar kijken. Maar hadden we ook nog altijd voldoende mensen achter de bal. Dus kun je ook niet spreken van dat het helemaal open ligt. En dan nog, maar ik geef een vrij lang antwoord. Je hebt me toch een beetje getriggerd. Als jij 90 minuten lang 90% op de helft van de tegenstander speelt. Die met 10 mensen rondom een eigen 16 zich opstellen. En daar geef je maar twee counterkansen weg. Die je ook nog uit corners ontstaan. Dan zou ik eerder heel positief willen kijken naar hoe wij onze restverdediging op orde hadden. En hoe ze elke keer omschakelen. Uena maakt de winnende. Hoe hard had hij dat ook nodig om ook hier bij Feyenoord een goal, nog eens belangrijke goal ook te maken? Ja, merk je dat aan hem nu ja, al zo snel? Ja, daar hikt hij denk ik al vrij lang tegenaan. Ten eerste wil je als spits gewoon heel graag scoren. En het liefst ook nog op belangrijke momenten belangrijke goals. En daar is hij een aantal keren op voor ons en voor hem hele belangrijke momenten dichtbij geweest. Hè. Ik heb Lazio Roma uit in herinnering. Waarin die vlak voor tijd een bal van hem door de keeper gepakt wordt. Nou, als je me de tijd geeft kan ik nog meer van dit soort voorbeelden oproepen. Dan is het voor hem heel prettig. Maar niet alleen voor hem, ook voor Igor Petchau. En stiekem ook wel een heel klein beetje voor de trainerstaf die een goed spelende Luka Ivanušek eruit haalde. Waar Petchau uit scoorde. En een wat minder spelende Santiago eruit haalde. Die altijd wel garant staat voor goals. En dan scoort. Maar ik denk vooral dat hij het zelf, zoals jij terecht zegt, keihard nodig had. Voordat het doelpuntenfestijn begint, heb je nog een doelpunt natuurlijk van jullie wat uiteindelijk afgekeurd wordt. Daar moest lang naar gekeken worden. Heb jij teruggezien? Wat vond je ervan, van de uitleg die er omheen wordt gegeven? Ja, ik zag het gelijk al. En toen zag ik, want we hebben natuurlijk tegenwoordig allemaal van die iPads op de bank liggen. Toen zag ik gelijk al dat Lucia buitenspel stond. Maar met mijn beperkte kennis dacht ik van, oh, maar wacht even. Gelukkig gaat hij er niet rechtstreeks naartoe. Krijgen we een tweede situatie. Alleen Dennis heeft in de rust bij John uitgelegd dat het geen nieuwe situatie is. Omdat de speler de bal niet controleert. Krijgt hem een beetje op zijn arm. Of op zijn schouder, niet op zijn arm, maar dan was het een penalty misschien. Krijgt hem op zijn schouder, waardoor het een nieuwe situatie is. Hebben denk ik jongsleden tegen Almere ook gehad, zo'n situatie. Ja. Nou, daar vond ik dat het heel gek was dat je daar zegt van, joh. Hij neemt die bal niet goed. Daar had hij alle tijd die bal goed aan. Die vond ik onterechter. Op basis van de regel dat hij werd afgekeurd dan deze. Als je hier de regels volgt en als die zo zijn zoals Dennis in de rust zegt. En ik heb geen enkele aanleiding om daar aan te twijfelen. Want de scheidsrechter zal dat wel weten.
ja, dan is dat heel vervelend. Maar ja, dan is die wel, zoals Dennis zei tegen John, 1000% terecht afgekeurd.